elke dag een beetje, beetje meer. Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te keer. Het hoofdpodium op het allereerste Plustival wordt de hele dag ingenomen door Vlaamse artiesten. Met Luc van Meeuwen, Lisa Delbo, Bart Herman en Amaryllis Temmerman, die de show ook presenteert, hebben de organisatoren hun publiek aardig verwend. In het begin denk je zo van, oh, ze moeten het zo een beetje afwachten. En dan op een bepaald moment zie je die kopjes zo, die witte kopjes zo een beetje zo zwaaien van hier naar daar. En dan beginnen zo de armpjes mee te gaan. En op een bepaald moment staan ze recht en beginnen ze te dansen. Dus zonder zijne. Heel dankbaar publiek eigenlijk. Maar Plustival wil meer zijn dan een gewoon muziekfestival. In de kleine gezellige circustent kunnen de liefhebbers wegdromen bij kleinkunstmuziek. En Luc Kaals is een van de comedians die de lachspieren van de senioren bewerkt in de humortent. En dan moesten we terug in de kazerne geraken en dan moesten wij de muur doen. Zo noemde dat, de muur doen. Nu, vroeger hè, sprong ik los over die muur. Nu loop ik hem los omver, hè, maar vroeger sprong ik er los over. Hè. Een overrompeling is deze eerste editie van Plustival niet geworden. Maar net als bij de editie voor kinderen willen de organisatoren het festival rustig opbouwen. En ook net als bij Bengelpop is de randanimatie het sterke punt. Daarin verschilt Plustival van Griffelrok in Mol, dat vorig jaar zijn laatste editie kende en bij de senioren duidelijk een licht heeft achtergelaten. Gielijn is dat zilvermeervleehaar, hè? Bedoelt u? Ja, dat was dat van die zangers en dan is het gedaan, hè? Die herken alles goed. Kunnen ze rondkijken? Jawel. Het is beter, vind ik. Meer gespreid en meer tenten zo, en meer plaats voor te zitten voor ze middags lust om hun boterham op te eten. Het is beter eigenlijk. Dat is heel goed.